Welkom bij LoopTV. Ik ben Maurice Pieterson en vandaag ben ik in Zuid-Limburg. Nou, zoals je ziet, schitterende omgeving. Lekker lopen hier. Ik ga nu ook even een pittig weggetje omhoog. En dit weggetje werd ruim 100 jaar geleden dagelijks gelopen door mensen die op de Zwijbergenweg woonden. Men had daar geen stromend water en was aangewezen op waterputten, regenwater en beneden in het dal op een klein beekje. Dagelijks liepen ze daar met de haan, zoals dat heette, zo'n stok, pinek en beide kanten een emmer water. Nou, op een gegeven moment waren de bewoners het een beetje zat om iedere dag emmers water te gaan halen. Ze legden een leiding aan naar het beekje en pompten het water omhoog. Het was omstreeks 1902. Toen ze daarmee begonnen, pompte het water omhoog en ving het op in putten. Een van die putten, daar lopen we nu even langs. 16.000 liter kan hierin. Nou, ze hebben er nu, je kan zien, dus een waterreservoir, 16.000 liter. Het water werd dus 50 meter omhoog gepompt. Omstreeks 1950 kwam de Nederlandse Watermaatschappij en plaatste een professionele waterzuiveringssysteem. En toen kon men weer gewoon aan huis uit een kraantje tappen. Wat wij heel normaal vinden, is hier pas sinds 1950. Kleine 67 jaar. Dit was LoopTV. Bedankt voor het kijken uit het mooie Zuid-Limburg.